Ik ben Jo van den. Ik ben Ant van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Wil van der Heijden. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Mijn naam is Jo van Riel. Wat ik natuurlijk niet mocht weten, was dat er een heleboel gestrande geallieerde soldaten in de Campina zaten. Die waren links en rechts bij elkaar gekomen. Dat waren gestrande piloten, dat waren bemanningen van zweefvliegtuigen. Ja, allerlei mensen van de geallieerden die op de een of andere manier hier ergens in bezet gebied gestrand waren. Wij wisten dat er Amerikanen of Engelsen waren, dat wisten we niet precies, maar het waren in ieder geval Engels sprekende die daar zaten. En hoeveel wisten we ook niet, maar we wisten wel dat er iets was waar wij niet mochten komen. Toen kwamen we bij die boer aan en die pakte een bak stro eruit. Dan hadden ze van die ijzeren haken en sloegen ze in het ding, dan konden ze zo'n pak mee lichten. En toen haalden ze een dekzeil onderuit. En dat was een dekzeil met een hakenkruis erop. De dekzeil, dat hebben ze gebruikt, achteraf, wisten we toen niet meer achteraf gebruikt. Dan hebben die soldaten op een gegeven moment een kuil gegraven waar ze ergens in Campina, ergens ondergrond zaten. Om dat op een gegeven moment over hun plaats heen te trekken. Dat ze, ja, het regent af en toe natuurlijk, dat ze best een beetje droog zaten natuurlijk. 23 oktober. Toen hebben we een hele moeilijke dag gehad. Want we vanaf 's morgens vroeg werd er zwaar gevochten aan het kanaal. Waar toen de schotten al lagen. En de Duitsers dus hevige tegenstand boden. Toen hebben we heel veel artillerievuur over het dorp gehad. En toen is het stil geweest in de late voormiddag. Maar later bleek dus dat generaal Poppen, die op de Bosweg zijn kwartier had, bevel had gegeven aan de Duitsers om terug te trekken. Hij zag dat hij dit nooit vol kon houden. Die kerels die haalden in één keer allemaal hun geweer voor de dag. En een paar die schoten zomaar in de wildweg een keer in een boom of zo. En dat was het dan. En ik merkte dus van ja, wat is hier aan de hand? Verder niks. En de volgende dag was het spoorloos verdwenen. Dat kwam vanuit het westen, via de Tongense straat ging dat zo richting noorden van Boksel, denk ik. Die stalen alles, hè. Die pakten je fiets, je kruiwagen, de kinderwagen, die pakten alles. Met allerlei soorten voertuigen, karren, fietsen, paarden, koeien zelfs, heb ik voor een kar zien trekken, werden daarvoor gebruikt. En zelfs heb ik een Duitser op een kinderfietsje, zeg maar, zich voort zien bewegen. Was voor zo'n man die misschien al, ik weet niet hoeveel kilometers onderweg was, toch een betere manier van verplaatsen dan dat hij te voet moest gaan. Het was dus een armzalige aftocht van dat Duitse leger. Om een uur of 11:15, 12:30, zagen wij, omdat wij op de hoek van de molenpad woonden, konden wij door het keukenraam op de hoek van de molenpad kijken waar drie Duitsers verschenen. Eentje die bleef aan de hoek, op de hoek staan met een panzervuist aan de voet. En twee kwamen bij ons door het poortje de plaats op. En die vroegen om water. En mijn moeder, al heel bezorgd, die ging mee naar de keuken en die dacht al glazen te pakken. Maar dat hoefde helemaal niet. Die Duitsers die moesten zelf water, glazen pakken.
daar water in doen en opdrinken. Want waarschijnlijk waren ze bang dat wij ze zouden vergiftigen. Goed, die hebben dus daar gedronken. Toen zijn ze de molenpad opgelopen richting Monsieur-Wilmerstraat. En een paar minuten na de rand ging de brug over de Monsieur-Wilmerstraat de lucht in. De Zwaanse brug ging eruit. De brug in de Monsieur-Wilmerstraat ging eruit. Twee zijnhuizen of drie zijnhuizen bliezen ze op. De twee spoorbruggen over het smalle water, waar nu een dubbele overweg is, bliezen ze op. Maar er werd wel gemeld. En dan weet ik niet precies meer hoe dat gemeld werd, maar op een gegeven moment dan wist je dus, vanmiddag om 2 uur gaat de brug eruit. Ik kan me herinneren van de enorme knap van het opblazen van de Zwaanse brug. Ik heb het natuurlijk niet gezien, wel heel erg gehoord. Ja, en dan ben je een paar dagen naar hand of een paar dagen later, als jongetje uit het dorp met enkele vriendjes, ga je nu kijken en natuurlijk proberen toch over de brokstukken die in die dommel lagen aan de andere kant te komen. Dat was dus eigenlijk ook weer een soort, ja, zeg maar, speelterrein voor ons. De brug over de Eindhovense weg, die is volgens mij op een zaterdagnacht of avond opgeblazen. Want toen wij 's ochtends naar de kerk moesten, was de brug weg. Voor ons geen probleem, want met hinkstapsprongen konden we, er lag genoeg puin en we konden mooi van de ene ding op de andere springend naar de kerk toe. De ravage was verschrikkelijk, want er waren al die huizen, die brug die was schijnbaar zo zwaar geladen, dat al de huizen in de omtrek van de Zwaanse brug er door zijn gegaan. Het was op een middag en ze gaat weg van de fornuis. Er valt een hele grote steen door het dak van de Zwaanse brug bij haar op het fornuis. Ik herinner mij ten aanzien van de opblazen van die bruggen, dat mijn twee broers en ik op weg waren naar het dorp. Ik weet niet precies wat we daar moesten doen. En dat mijn broer plotseling op de grond viel. We keken vol verbazing wat er gebeurde. Maar het bleek dat hij omvergeblazen was door de schokgolf van de brug. Want hij viel om en toen hoorden we de klap pas. Toen gingen wij boven op de schuilkelder staan, totdat we die stofwolk zagen. En dan vlogen we vlug naar beneden. En dan waren we tijd genoeg. Want als je stofwolk ziet, dan is die rotzooi is dan niet bij je. Maar naar de rand vonden ze een stuk spoorrail soms. Hè? Die zo ver weggeslingerd werden, de dingen, want dat ging met geweld. We zaten in het noodhospitaal, in de kelder van Stapel, daar mijn zus gewond was. We werden ze daar opgenomen. Want het groot ziekenhuis, dat deurden ze ook waarschijnlijk niet. En dat lag aan de andere kant. En die hebben daar hebben ze ook in die kelders geopereerd. Hebben ze scherven uit haar been gehaald. Alleen één stukje blijven zitten, daar is ze mee gestorven. Dat had nog wel eens blijven zitten. Dat was een herinnering die had ik zitten. We waren buiten de rotzooi een beetje aan het opruimen. De ruiten die we provisorisch weer hersteld hadden, die waren natuurlijk ook bereid. Dus we hadden werk genoeg. Maar wij waren dat doende en toen hoorden we, op straat hoorden we weer geluiden. Toen zijn wij naar de Bossenweg gelopen, naar de hoek. En dan zagen wij komen er vanaf de Bossenweg aan weerskanten van de straat lopend, aan de kant gebogen en wel het geweer in de aanslag, een aantal militairen aankomen. Een klein eindje van elkaar. En die zijn het dorp ingelopen. Later zijn wij daarachter gekomen dat het schotten waren van de 51ste Highland Divisie. Wij waren op een gegeven moment in de Mijlstraat aan het spelen buiten, denk ik. En dat was vlakbij de Duitse loopgraven, waar geen Duitsers meer in zaten. Kwamen we vanaf het smalle Vonder, dat was een verbindingspad van de Mijlstraat naar de Molengraafseweg. Kon je zo de Rond op. En er was een brugje tussendoor over het smal water. En daar kwamen op een gegeven moment, zagen wij daar geallieerde militairen.
Zagen we militairen zagen we eruit komen, geweer in de aanslag. Toen in één keer zag ik over de dubbele overweg in de Tongerse straat in ganzenpas een aantal militairen richting het centrum komen. Dus richting de brouwerij van de Leier. Toen ik ze zelf gezien heb, kwamen ze tussen de twee spoorwegen in, uit de Campina, dus over de Tongerense straat, allemaal in ganzenmars. Ik wist wel meteen, dit zijn de militairen die in de Campina gelegerd zijn geweest. Mee kwamen ook mensen, bleken naar de raam dus mensen van het verzet te zijn, die dus daar naartoe gingen en die namen dus die mensen, die militairen mee, verder Boksel in. Het waren militairen van allerlei pluimage, dat wil zeggen dat ze allemaal verschillende uniformen aan hadden en ook verschillende wapens. De ene had een pistool, de andere had een Sten Gun, dat is een Engels model schietuig. Anderen hadden weer karabijns enzovoort. Er waren militairen bij met een platte pet, er waren erbij met een capie en er waren erbij met een baret. De mensen die daar liepen, die deden allemaal met de vinger op de mond, want er zouden nog Duitsers kunnen zijn. Dus niet te hard gillen of juichen of wat dan ook. Ik hoor mijn vader zeggen, de bevrijding is in zicht. De Amerikanen die in de Campina hebben vastgezeten, die komen de markt op. Er stonden daar op de markt een kluitje van die mensen die daar wekenlang in het bos hebben geleefd, onder de grond hebben geleefd als het ware, werden toen door iedereen zoveel mogelijk probeerde ze op de schouders te kloppen of aan te raken. Maar dat dulden ze helemaal niet, want ze hadden allemaal de bajonet of de mes bij de, want als je maar durfde te wijzen, dan werd dat mes al getrokken, want ze wisten uiteraard ook niet wat daar allemaal op de markt op hun afkwam. Dat ze trokken meteen zit terug in de gevechtshouding van ja, vriend of vijand. Ik neem geen risico, je blijft maar aan de kant hoor. In mijn idee stonden er 100, maar het kan best zijn dat er ook, net als wij, nieuwsgierig, ook niet alleen maar een hoop nieuwsgierigen bij waren. Maar daar stonden allemaal soldaten. Eén ding weet ik nog heel goed, ze stonken als ik weet niet wat. Maar die hadden daar natuurlijk al die tijd halfweg onder de grond gezeten natuurlijk. Het is natuurlijk allemaal een gedoe, met de ondergronds gedoe. Ze hadden geen water en ze hadden niks, hè. Dus het was een beetje een vuile bedoeling allemaal. Hè? Naast ons had dokter Willems destijds een dokterspraktijk. En na later bleek, heb ik gehoord tenminste, dat hij een kruik rode wijn had bewaard. Een mooie fles in een rieten mand. En die is op straat door de buurtbewoners leeggeschonken. Daags daarna kwamen vanuit de oosten, uit de kant van Schijndel, Sint-Oederode, ik geloof ook vanuit Best, kwam het geallieerde leger opzetten om Boksel binnen te gaan. Ze hadden problemen op de plek waar de bruggen waren gesprongen, over het afwateringskanaal, dus richting Schijndel, en ook de brug over de Dommel richting Best. Maar er werden noodbruggen geslagen en daarover kwamen dus de geallieerde Boksel binnenzetten. De Schotse Highland Division, die kwam richting Haren en die is dus kennelijk van de kanten van Holland gekomen. En die hebben in Tongeren overnacht. Stond bij ons de straat die stond vol tanks. Toen heb ik een tank gezien in de stationstraat. Nou, daar gingen we natuurlijk allemaal naartoe, want er mocht allemaal bovenop die tanken. Wat ik als eerste daarvan heb gezien, waren de zogenaamde Bren Carriers. Dat waren rupsvoertuigen waarop een Bren, een mitrailleur, gedragen werd. En dat waren heel bijzondere voertuigen die wij natuurlijk nog nooit gezien hadden. De tanks kwamen door de straten met de Engelsen. En die deelde van alles uit, hè, chocola en sigaretten en wit brood. En de kinderen, een van mijn zusjes, Jeanette, die moest die tank op natuurlijk. En dat mocht dan ook allemaal, hè, toen de bevrijding was. Alles ging erachteraan, dat was echt een feest. Dat was echt een feest.
Het meest spectaculaire wat wij zagen, dat was de vlammenwerper die voor ze uitreed. Een soort kanon op twee wielen. Volgens mij stond hij op een auto, daar werd mee gereden. En dat ding dat wakkelde van de ene plek naar de andere. En af en toe, we hebben het 2 of 3 keer gezien, dat hij zijn vuur op een huis richtte. En dat huis vloog aan een brand, of ze richtten het op het dak. Dan vloog het dak in brand. Dat waren boerderijen met stro. Wij vonden het een spectaculaire manier van vuurtje stoken. Die schotten die kwamen bij ons op het erf, dat was natuurlijk allemaal zand. En die maakten een kuiltje. Ik denk, wat gaat er nou te gebeuren hier, die soldaten zonder een kuiltje te graven? Maar toen pakten ze een jerrycan benzine en gooiden het kuiltje vol benzine en staken het aan en daar gingen ze een potje koken. Ik was bevriend met Frans de Leijer, een zoon van de bakker de Leijer. Die woont langs de Beerzen achter het huis De Eenhoorn. En daar lagen weien. En daar hadden de Schotse Highland Division had daar de appelplaats. Dus 's morgens kwamen al die militairen die in de omgeving van Die Eenhoorn gelegerd waren, moesten naar de weien achter bakkerij De Leijer komen. En in 3 rotten in een carré werd er dan appel gehouden. Ik denk wel 300 militairen, zo'n 600 militairen. Bijvoorbeeld gingen ze dan een mars doen. En dat was heel bijzonder. Voorop liep dan bij die schotten een doedelzakspeler. Een instrument dat we nog nooit hadden gezien of gehoord. Die speciale klank van die doedelzak. Die klonk ons heel nieuw in de oren. Toen heb ik aan een paar grotere jongens in de straat gevraagd, wat moet ik nou zeggen om chocolade te krijgen van die soldaten? Ze zeiden, dat moet je zo doen, dus met mijn hand palm naar boven toe. En dan erbij zeggen, give me chocolate for my wife. Give me chocolate for my wife. Een stuk of 20 keer herhaald, maar ondertussen was ik al boksel voorbij en richting de weg naar Schijndel. En daar stonden een heleboel tanks. En toen ben ik rond de tanks, waar ook dikwijls soldaten waren, tanksoldaten, maar ook wel eens op een tank geklommen als er niemand was. En er zat er misschien wel een binnen. Give me chocolate for my wife. Nou, er werd natuurlijk gruwelijk gelachen. En dat ging allemaal goed. Dus ik had overal chocola zitten in mijn zakken. En uiteindelijk had ik geen zakken meer. Toen dacht ik, wat kan ik nou doen? Toen heb ik ze langs mijn broekriem naar beneden laten zakken, want ik had een polderbroek aan, een zogenaamde drollenvanger. En daar gingen er genoeg in. Totdat ik er genoeg had dat ik bijna niet meer kon lopen. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen zei als moeder, heb je een broek gedaan? Nee moeder, dat is allemaal chocolade. En dan werd er aan de jongens de gelegenheid geboden om te dansen. En dan kwamen de meisjes uit ons dorp en die gingen dan met die militaire dansen. En mijn oudste zus, ze was 16 jaar, en die had de MULO gedaan en die sprak voor haar doen redelijk goed Engels. En dat was bijzonder in die tijd natuurlijk. En die mocht onder strenge voorwaarden overigens van mijn vader en moeder ook naar die dansavonden toe. En daar ontmoetten ze zo'n militair van de genie. En die jongen gaf eigenlijk niet zo heel veel om dansen. En die vond het eigenlijk veel fijner als hij 's avonds naar ons thuis mocht komen. En dan kwam hij dus gewandeld vanuit de Van Oerlefabriek naar de Van Randstraat. Hij kende na een paar keer die weg wel goed. Had overigens altijd een wapen bij zich. Voor het geval er iets geks zou gebeuren, was hij flink gepoetst. Hij glom van de Engelse zeep. En hij had natuurlijk ook die speciale geur die militairen hadden. En die kwam er bij ons thuis. En het grootste feest was voor hem dat mijn moeder dan eieren met spek voor hem klaarmaakte. Een echt Engels gerecht natuurlijk. Alles liep door elkaar en er werd van alles uitgedeeld. Van wit brood, dat hebben we lang niet gezien.
en chocola en sigaretten. Dat werd volop uitgedeeld toen door de Engelsen. Maar die kwam door het dorp dikwijls wel. En dan gingen we altijd met z'n allen achteraan, hè? De harmonie speelde twee helmes en dat maakte op ons, en vooral op ons, wij als jeugd, indruk wel. Want wij hadden nooit eigenlijk gehoord dat op straat het volkslied werd gespeeld. Want dat mocht natuurlijk niet onder de oorlog horen.